Remdesivir, normaal een Ebola-medicijn, mag volgens het Europees Geneesmiddelenbureau onder strikte voorwaarden worden gebruikt in Europa. Wat doet het middel precies? Het coronavirus is een RNA-virus. Alle genetische informatie van het virus wordt hierbij op een enkele RNA-streng bewaard. Die informatie heeft het virus nodig om in het lichaam te vermenigvuldigen. Dat gaat ongeveer zo. Het virus gaat een cel binnen en zet deze cel aan het werk. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de cel het RNA kopieert. Zo kunnen viruscellen zich snel reproduceren in het lichaam. En Remdesivir probeert dat kopiëren te stoppen. Het medicijn bootst een van de bouwstenen van de RNA-streng na. Het virus wordt dus in de maling genomen met neppe informatie. Zodra deze foutieve bouwsteen in de RNA-streng is opgenomen, kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen omdat die informatie niet meer klopt. Maar hoe goed werkt het? Bij een onderzoek onder ruim 1000 patiënten in 75 ziekenhuizen werd de duur van de medische zorg van patiënten met 31% verminderd, van 15 naar 11 dagen. Maar mensen die het medicijn gebruikten, stierven nog steeds aan het coronavirus. Geen wondermiddel dus. Een Chinees onderzoek liet zelfs geen positieve resultaten zien. Remdesivir mag nu in Europa gebruikt worden bij patiënten die er ernstig aan toe zijn, zoals patiënten die zuurstof toegediend krijgen via mondmasker. Maar hoeveel mensen Remdesivir krijgen toegediend, dat blijft de vraag. Er is op dit moment genoeg Remdesivir voor slechts 200.000 patiënten wereldwijd. De kans dat dus elk Europees land ladingen dozen met dit medicijn ontvangt, is dus erg klein.